Oh, ik mag niks zeggen. Een hele goede morgen. Jordi heeft straks een flesje al gehad. En wij zijn nu een fruitje aan het eten. Goed zo. Dit is perzik met bosvruchtjes. Lekker uit de vriezer. Lekker, hè, jongen. Hey, moet niet uitspugen. Er zat er een stukje in die hij niet wil. Hij is ondertussen ook je vroos aan het kijken, dus daar gaan we zo ook weer mee verder. Want hij is een beetje chagrijnig. Hij was de hele tijd vrolijk aan het spelen en toen ineens was hij chagrijnig. Dus ja, daar doen we het allemaal mee, hè. Hey, jongen, vandaag hebben we weer een dagje lekker thuis. Ja, we hebben een dagje thuis, hè. Dus ja. Ik moet het gewoon even wat rustiger aan doen. Ik moet het gewoon echt even doen, want ik ben gewoon kapot, moe. Maar ja, wat wil je, hè, als je 's nachts wakker wordt geschopt door een kleintje en alles ook nog goed wil doen en klaar wil maken. En ja. Maar goed, niet klagen, gewoon positief blijven. En gewoon op je gemakje alles doen. En als het niet af is, dan is het niet af. Dan doen we het daarna, hè. We willen wel echt meer dingen in huis nog doen, maar dit had even gewoon prioriteit. Want we willen hier beneden ook nog schilderen en verf of en teksten en dat soort dingen allemaal. Maar dat gaat als het goed is allemaal van de zomer een beetje gebeuren. En dat we alles een beetje weer netjes hier hebben. Dus ja, het is eigenlijk een beetje wat we allemaal van plan zijn. Ja, jongen. Mwah. Lekker stukkie. En van het weekend gaat Jordi ook weer naar mijn ouders toe. Lekker een weekendje weer naar opa en oma, hè? Gezellig, hè? Ja. Gaat hij bij opa en oma logeren. En gezellig bij opa en oma. Lekker de boel op stel te zetten. En dan kan mama hier alles een beetje opruimen en poetsen. En alles klaarmaken. Ja. Je wordt ook verwend bij opa en oma, hè? Ja. Je wordt meer verwend bij opa en oma dan bij papa en mama, hè? Maar goed, daar zijn het opa en oma voor, hè? Hij is een beetje aan het voorbereiden om te poepen. Hij heeft al wel een paar poepluitjes gehad, hoor. Dat wel. Maar nu zit hij een beetje ontspannen, dus dan kan hij het beter handelen. Hè? Appa? Goed zo. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat de planning is. Rettiketetiketet. Jordi gaat zo naar bed. Ja. Dan ging zijn vinger gewoon even mijn neus in, hè. Oh, baba. Maar goed. Deze gaat lekker slaapje doen. Kijk eens wie er wakker is. Maar stiekem wil die nog niet helemaal wakker zijn. Hij was straks eigenwijs om te gaan slapen. Dus hij is later in slaap gevallen. Want hij vond het belangrijker om te gaan spelen in bed. En nou was hij me net aan het roepen. Maar hij heeft nog steeds niet helemaal zin om te staan. En dan vind ik hem zo schattig als hij zo doet, hè? Ja, ik vind hem zo schattig. Dus hij ligt nog even bij mama. Ja. Al wil je nou zeggen dat je dat niet deed? Dat deed je dus wel. Je was gewoon lekker mama's kindje aan het spelen. Gewoon lekker zo even knuffelen. Hm?
En ik knuffel en dan met die zo dan. Zo. Dan vond stiekem toch ook wel heel erg fijn. Ja. Dus hij is nog een beetje aan het wakker worden. Hij moest ook zijn lui even schonen, want ik denk dat we anders weer een doorlekkage hadden. Wat wil je vertellen? Wat? Nou, dit is dus de Jordi die je ziet als hij nog eigenlijk heel moe is. Maar ook niet meer wil slapen. Maar eigenlijk toch wel heel moe is. En die vindt mama het schattigst. Een ander handje. Hij is al een beetje chagrijnig, hè, papa? Wat wil je allemaal vertellen? Geen papa kus? Geen papa kus? Ook nog. Dat is lief van jou. Ja, maar dat is omdat je gevlogen bent met papa. Wil je tablet kijken? Ja, dan is hij wel boos. Wil je een filmpje kijken? Wil jij helemaal niet, hè? Niels is heel eventjes weg naar een vriend toe. En Jordi die ligt zonder bril te spelen, want meneer trekt zijn bril de hele tijd af. Het is een nieuw kwaaltje van hem of zo. Ik weet het niet. Misschien is het gewoon de leeftijd, maar dat doet hij in ieder geval. Dus hij speelt even zonder bril. Maar hij heeft het goed naar zijn zin, zo te zien. We hebben gegeten, gedronken, alles. Nu gaan we dadelijk tandje poetsen. En dan een keer zijn pyjamaatje aandoen. En dan krijgt hij een keer een flesje. En dan gaat hij weer naar bed. Maar voor nu is hij lekker met Po aan het bekken. Het is ook zo'n lekker stukje, hè? Behalve als je scheten laat of gepoept heeft, dan stinkt hij. Dus. Mijn moeder zei altijd, Jordi, naar bed, zei Duimelot. Is nog wat eten, zei Likkepot. Waar moet ik het halen, zei Lange Jan. In grootmoeders kastje, zei Tringeling. Dat zal ik verklappen, zei kleine ding. Maar dan met je vingers erbij natuurlijk, hè. Dus deze gaat lekker zo zijn bedje in. Er is nog iemand wakker. Hoera, hoera. Dat kun je wel horen, dat is. Jordi. Hoor je nu niet, maar hij is nog steeds wakker. Volgens mij kun je hem wel nu horen. Het is nu bijna 10 uur en hij is gewoon nog wakker. Gewoon niet willen slapen. En dan schreeuwt hij moord en brand. En dan is er weer niks aan de hand. En dat is nu een beetje de situatie. Niels komt daar wel naar huis, want ik trek het niet meer. Ik ben gewoon kapot. Ik ben echt kapot. Niels neemt het zo van me over. Want ik kan niet meer. Een hele goede morgen. Gisteravond is Jordi uiteindelijk in slaap gevallen. Hij is nu lekker aan het spelen.
Maar hij is gisteravond dus in slaap gevallen uiteindelijk. Na heel veel moeite doen. Ik probeer hier ergens een plaatje te laten zien hoe dat hij in slaap lag. Niels is op een gegeven moment thuis gekomen. Ik zeg, ik kan de trap niet meer op. Ik zeg, doe jij het maar. Dus hij is naar boven gegaan, want het was stil. En toen zag hij dat Jordi dus zo lag. Dus echt een kind van zijn moeder. Want ik zou mezelf vroeger ook wel zo hebben zien slapen. Maar goed. Vandaag komt Niels op tijd naar huis. Want hij gaat vanmiddag mee naar een afspraak in het ziekenhuis. Niet voor mij, maar voor Jordi. Jordi heeft controle bij de optometrist. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is in ieder geval de ogendokter. Omdat hij ook een bril heeft en hij heeft een triloogje. En daar wordt dan even gecontroleerd. Er is niks aparts aan de hand of wat dan ook. Het is gewoon een controle, dus zal gewoon wel goed zijn. Hey, wie is daar nou? Hey, dat is Niels. Zoals straks al zei, Niels die komt thuis voor mee te gaan met Jordi naar het ziekenhuis. Jordi heeft zijn middagdutje ook al gedaan. Zit nu lekker in de auto te spelen, met zijn auto ook. En dan gaan we eens kijken wat ze zegt. Ik denk dat er niet veel apart is, toch? Is gewoon controle. Dus maar goed, in ieder geval, wij gaan nou naar het ziekenhuis toe. Gewoon controle. En dan gaan jullie het dan weer horen. Wij zijn naar het ziekenhuis geweest. Jordi's ogen waren ietsje slechter geworden. Ja, ze zei, één oog heeft hij 5,5. Nou, ik moet anders zeggen. Eén oog heeft hij -5,5 en één oog heeft hij -6 gehad vorig jaar. En nou was het -7,25 en -7? Ongeveer zit -7,5 allebei. Ze zei, de ogen zijn een beetje gelijk getrokken. Maar ze zei er ook bij van, we gaan nog geen andere glazen of zo doen, want die bril is gewoon nog supergoed. Ja. En ze doen met kindjes van de leeftijd van Jordi, doen ze over het algemeen niet de volledige sterren. Nee. Dus ze zei van, voor nu is de bril gewoon nog prima. En laat hij ook geen aparte dingen zien. Dus die hoef je nog niet te vervangen. Pas als hij aan vervanging toe is, dan gaan we opnieuw testen en kijken we eventjes naar welke sterkte die op dat moment nodig heeft. Toch? Ja, en nou gaan we eten. Ja, nou gaat Niels Jordi eten geven. Wij eten lekker ovenfrietjes. Maar ja, daar kan Jordi nog niet eten. Dus ik heb een hapje uit de vriezer gehaald voor Jordi. En dan gaat Jordi lekker eten. Inmiddels hebben we lekker gegeten. En is Jordi lekker in bad geweest. Dat heeft Niels gedaan. En tandje gepoetst, alles op en eraan. Dan is je nog heel even aan het spelen. En dan ga ik zo lekker zijn flesje maken. Ja, en dan hoop ik dat je mama een keer lekker laat. Ja, en dan hoop ik dat je mama een keer lekker maar rust laat vanavond. De mensen die me kennen, die zien het al aan mijn kop. Ik ben moe. Maar goed, dan krijg je ervan. Op een gegeven moment worden de laatste loodjes een beetje zwaar. Hè? Dus ik noem het de laatste loodjes. Ik moet nog iets meer dan een maand. Maar dan krijg je ervan als je een tweede krijgt. Maar goed, in ieder geval, ik ga zo een flesje maken. En dan hoop ik dat hij gaat slapen. En ik hou jullie natuurlijk geüpdate over de hele situatie. Ja, ik weet nou wel dat mama dik is.
In ieder geval, hij speelt nog heel eventjes en ik ga eventjes zo zijn flesje doen en dan ga ik heel eventjes aan de hand. Jordi die is lekker in gaan slapen. Is een beetje. Is nog niet wakker geworden. Die is nou in droomland. Ik hoop dat hij in droomland blijft. En we hebben hier even het gouden stofzuiger en alles doorheen gehaald. En het is dus weer netjes. En wij gaan deze ups en down weer afsluiten. En dan gaan we naar bed. En ik zou zeggen, wel trusten. En tot de volgende. Slaap lekker.